Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft vrijdag 150 grondbeschikkingen uitgereikt in Mungo Albina. Dit is het startsein voor het uitgeven van grondbeschikkingen door de Santokki-Brunswijk regering. Met de uitreiking van deze grondbeschikkingen is districtscommissaris Olivia Domini van Marowijne Zuidwest ervan overtuigd dat dit een positieve impact zal hebben op het sociaal en economisch welzijn van de bevolking van Marowijne. Als mens ben je nergens zonder een verblijf. En het bezitten van een grondbeschikking geeft een zekere mate van bestaanszekerheid en garantie, zegt de burgermoeder. Volgens haar zijn er mensen in het beleidsgebied die een huis willen bouwen of een onderneming willen starten, maar geen zekerheid hebben. Mie polo anga mawina anga de yaso bikana wabi sondere de. Wapi si gong na go to japi. En dat ja kon so fara taki yo kisi arrek tapu a gong fi yo. Yo kisi titel tapu yo gong. Dat wan taki na wan gambi gisani ya bi go to. Tide wo kisi wo grong papira. A wabi wan tu sama di na wo kisi tide. Ma dat wan tak arrekering Santokki Brunswijk. Then they will do boom boom in San Akonde. That one take every you no kiss your papira today. The fear come to. There's now one on the free the hate now for day. Now one Monday now for day. Now big you be younger walk. Minister Dinota Forsweg van Grondbeleid en Bosbeheer verzekerde de gemeenschap dat de achterstanden die bestaan voor gronduitgifte ingelopen zullen worden. Het uitgeven van grondbeschikkingen door de regering Santokki-Brunswijk is volgens haar in Marowijne van start gegaan. De andere districten volgen spoedig, verzekert de bewindsvrouwen. De regering Santokki-Brunswijk heeft beloofd de achterstanden in te halen in welke vorm dan ook. Wij van het ministerie zullen op eerlijke en transparante manier werken. Dat want taki. Wuroko tapwa krimpasi. This man, samu set de awroko oktu, awroko nanga yu, lek samenleving tapwa krimpasi oktu. If he bedu yu aanvraagba, de rustig wakti, yo kisen zeker, solange de do a onderzoek, en werkelijk apisi grong vrij, en yu voldoena alla de eisen, yo kis agro. Trasman okra benteki. Vandaag is een grote dag, dames en heren. Velen zullen hun toewijzingbeschikkingen krijgen zoals ik eerder heb aangegeven. Maar ik wil u allen op het hart drukken dat u niet ermee moet gaan slapen onder uw matras. No plastificering, pot onder uw matras of pot in uw klerenkast. Maar ik wil u verzoeken om binnen 4 maanden naar Glis te gaan. If u gwa Glis. De medewerker voor drapie, de ready voor leg je een heel proces uit. Ze drukte de mensen die gisteren een grondbeschikking hebben ontvangen op het hart om ervoor te zorgen dat de bereidsverklaring niet vervalt. Want dan is het mogelijk dat een andere persoon het perceel aanvraagt. Aldus minister Forsweg.